leuk dat je meedoet aan de Colister Home Workout. Vandaag ga ik een zwangerschapworkout laten zien die je kan doen tot en met je derde trimester. De focus ligt hierbij op de ademhaling. Het is belangrijk dat je de oefeningen op je eigen tempo doet. En wil je tijdens je zwangerschap je lichaam goed verzorgen, dan laat ik je aan het einde van de video een paar fijne producten zien. Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met de eerste oefening en dat is de ademhaling. Om klachten te voorkomen is het belangrijk om een correcte ademhaling te hebben. Ik ga je laten zien hoe je een 360 graden ademhaling kan oefenen. Je begint met je handen die in je taille te zetten. Dan duw je eigenlijk rondom je handen in je zij. Je gaat ademhalen vanuit je neus en je duwt je tong tegen je gehemelte aan. Dus in door je neus. En als je inademt, dan wil je eigenlijk dat de lucht zich verzamelt rondom je handen. Dus als het ware ga je ze uitzetten en als je uitblaast, dan blijf je het aanspannen. Dus de eerste keer, zet je handen goed, hap lucht, in. En je ziet al een klein beetje mijn handen als ze ingaan, dat ze naar buiten gaan. Hap lucht door je mond, door je neus. En dan gaan we uit door je mond. En om de goede spieren aan te spannen van je inner core wil je uitblazen met een beetje een S. Dus je gaat vanaf hier, in door je neus en uit. En als je uitblaast, dan voel je dat die spieren rondom je handen actief zijn. Oké, gaan we nog een keer proberen. Goed, je handen. In door je neus. En uit door je mond. En dat doe je net zo lang totdat je adem op is. Dan begin je weer opnieuw. Let op dat je echt vanuit beneden de adem haalt. En niet je schouders en je nekspieren gebruikt. Gaan we nog een keer. Goed, je probeer je ook je duimen goed achter neer te zetten. Hap lucht, in door je neus. En uit door je mond. En ontspan. Hap lucht, in door je neus. En uit door je mond. Dit kan je oefenen terwijl je aan het werk bent of terwijl je eventjes een momentje voor jezelf hebt. En je zal zien dat je tijdens de oefeningen deze ademhaling steeds beter kan gaan gebruiken. Dan gaan we door naar de dips. Dan mag je op je knie komen. En plaats je je been naar buiten. En zorg dat je goed je knie naar buiten duwt. Want vanaf hier gaan we zakken. En op. En hiermee open je heupen. Zakken. En op. En blijf je knie mooi naar buiten duwen. En op. En strek hem net niet helemaal. Zakken. En op en met de ademhaling ga je uitblazen naar beneden. En inademen. Dus in en uit. En ook weer hier. Je mag je handen goed weer in je taille zetten, dat je weer goed die ademhaling hebt. Laat zakken. En omhoog. Weer nog een paar keer. Zakken. En omhoog. Zakken. En omhoog. En laatste keer, zakken en omhoog. Gaan we hetzelfde doen aan de andere kant. Zet je voet weer mooi open, knie mooi naar buiten. Adem in en adem uit. En blijf je knie mooi naar buiten duwen. Adem in, adem uit. En je mag ook weer je tong tegen je gehemelte aanduwen als je door je neus inademt. In en uit. Nog een paar keer. En nog vier. En probeer verder je schouders weer mooi te ontspannen. Dat je niet vanuit je nek gaat werken. Lucht. En laatste. Yes. Haal even adem. Gaan we dit nog een keertje herhalen. Oké, mag je je linkervoet plaatsen. Gaan we hem 10 keer doen. Hap lucht, zakken en blaas uit. Hap lucht en uit. Dus in. En hou lekker je schouders ontspannen, nek ontspannen. 5. Nu nog 5. En 4.
3, 2, en laatste. Yes, doen we de 10 naar de andere kant. Plaats je rechtervoet. Weer mooie voeten openen, knie mooi naar buiten. Hap lucht. En uit. Dus in. En uit. In. En je mag echt harde S maken om die inner core spieren goed aan te spannen. En nog 4. Nog 3. 2. En de laatste. Oké. Dan mag je komen staan. Gaan we een goblet squat doen. Hierbij is de bedoeling dat je je voeten mooi uitdraait. Dat je goed genoeg ruimte maakt om te kunnen bewegen. Hou je handen voor je als je dat fijn vindt. Je mag ze ook loshouden. Of zo voor je om je balans te houden. Om je heupen te openen is het belangrijk om echt je knieën naar buiten te blijven duwen. Dus we gaan als eerst half lucht, adem in en adem uit. Dus je mag naar beneden inademen en naar boven uit. Dit mag je natuurlijk ook doen met meer gewicht. Met een kettlebell of met dumbbells. En uit. En wat ik al zei, doe het op je eigen tempo. Je wil niet helemaal buiten adem raken. Zorg dat je altijd gewoon lekker kan blijven praten tijdens de bewegingen. En neem vooral genoeg rust tussendoor. En zeker in je derde trimester is het echt belangrijk dat je goed wijd staat. Want er moet natuurlijk genoeg ruimte zijn voor de buik. Een paar keer. En denk ook weer aan die ademhaling. Ontspan je schouders. En laatste 2 keer. En even rust. Ontspan weer even. Kom even op adem. En dan gaan we hem zo nog een keertje doen. Mag je weer goed je hakken in de grond zetten. Het is ook belangrijk dat je je voeten een beetje uitdraait. Je wil altijd de hakken en de buitenkant gebruiken. Dat heeft te maken ook met je knieën. Dus je ziet als je er binnen staat. Sta je zo, dan gaan je knieën hier naartoe en de buitenkant gaan ze mooi waar je hem wil hebben. Oké, okay. Klaar voor, half lucht. En pas uit. 1. 2. 3. 4. In. En uit naar boven, blijf je knieën mooi naar buiten duwen. Laatste paar. Nog 2. En weer even rust. Probeer deze oefeningen ongeveer 10 à 12 herhalingen. Zorg dat je in ieder geval niet te veel buiten adem raakt. Oké, gaan we naar de volgende oefening. Die is op de grond. Dan mag je komen liggen en je plaatst je voeten weer naar buiten, net als bij de squat. Ook hier mag je weer je handen in je taille plaatsen, want je gaat vanuit je billen naar boven. En ook weer hier, goed je ademhaling, half lucht en weer terug. En je gaat echt vanuit je billen naar boven. Dus hier, half lucht en weer terug. En je wil niet dat je te veel uit je rug gaat pakken, maar echt heel erg zo vanuit de billen en weer terug. En laat je hoofd lekker ontspannen en weer terug. Je kan weer hier goed je handen vasthouden. En maak gewoon weer die S, dus in door je neus en uit. En als dit nou een beetje makkelijk is, dan kan je het natuurlijk met elastieken wat moeilijker maken. Maar je kan hem ook zo doen dat je hem
met één been. Dus dan plaats je je andere been een klein beetje naar voren. En de kracht komt dan vanuit het been wat dichter bij je billen staat. Hap lucht. En blaas uit. Hap lucht. Twee. Gaan we dit 10 keer doen. 3. En 4. 5. En blijf je knie naar buiten duwen. 6. 7. 8. 9. En de laatste. 10. Goed zo. En even rust. Goed blijven liggen. Als dit niet comfortabel voelt, kan je dit natuurlijk ook als een hiptrust op een bankje doen. Maar als je het comfortabel voelt, kan je hem gewoon zo uitvoeren. Hap lucht. En weer terug. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste. Blijf goed aanknijpen. En relax. Oké. Ga ik nog een keer doen. Nu met 2 benen. Ontspan je. Hap lucht. En blaas uit. En weer terug. Blaas uit. Zes. 7. 8. 9. En de laatste 10. Oké. Kom voorzichtig op en zeker met een dikke buik. Ga eerst naar de zijkant rollen. Voorzichtig opkomen. Neem je tijd. Als dit niet comfortabel voelt, kan je het natuurlijk ook met een bankje doen. Gaan we door naar de wall slide. Deze is belangrijk, omdat je zal merken dat er veel druk naar voren komt staan. Dus je kan hier zo, het beste is als je tegen de muur aan gaat zitten. Dan kan je je handen naast je houden. Breng je ze naar boven. En naar beneden. Ik laat zien hoe dat van de zijkant eruit ziet. Je begint hier. Breng je handen omhoog. En laat ze zakken. En hierbij wil je echt dat je dus je schouderbladen helemaal naar elkaar toe duwt en je schouders naar achter en naar beneden. Dus wat je wil is dat je eigenlijk in een rechte lijn langs de muur komt, zonder dat je polsen gaan bewegen of je schouders gaan bewegen. Dus mag je dan vanaf hier naar boven en naar beneden. Naar boven en naar beneden. Hier. En blijf gewoon lekker ademhalen tussendoor. Dus in en uit. Je hoeft hem niet vast te houden, je adem. In en uit. En je zal merken als je dit vaker doet, dat je steeds makkelijker de lijn tegen de muur kan aanhouden. Zonder dat je polsen of je rug daar, je schouders daarmee verplaatsen. In en uit. Oké, even rust tussendoor. Je zal zien dat je tussen rechts en links nog wel eens een verschil kan hebben. Maar naarmate je dit vaker oefent, zal dat beter in balans komen. Gaan we hem nog een keer doen, vanaf de zijkant. Adem in. En adem uit. Adem in. En je wil echt dat je schouderbladen elkaar helemaal tegenkomen achter. Je mag ook best je borst een beetje overdreven naar boven duwen. Dus in. En hou weer lekker die lage ademhaling aan. Dus probeer niet adem te halen vanuit je schouders en je borst.
maar die 360 graden daar beneden. Het kan zijn dat het een klein beetje gaat verzuren. Een klein beetje is oké. Maar blijf vooral goed doorademen. Nog een paar. En de laatste. En met deze is het leuk dat je jezelf bijvoorbeeld filmt. Want dan zal je zien dat die steeds makkelijker gaat en die lijn steeds mooier recht wordt. Oké. Ik ga je nu een lat pull-down laten zien. Dan mag je komen staan. Je kan deze ook zitten doen, wat je fijn vindt. Mag je het elastiek zo vasthouden? Je kan dit ook zonder elastiek doen, maar het is fijn om een klein beetje weerstand te hebben. We gaan nu de grote rugspieren trainen. Dan hou je hem boven je hoofd. En je gaat met je ellebogen naar je taille. En het elastiek komt net boven je borst. Dus vanaf hier, naar beneden. En weer terug. En ook weer hier, half lucht. In je neus. En uit in je mond. Dus in. En uit. Ik zal je laten zien hoe dat er van achteruit ziet. Hier, probeer je schouderbladen weer mooi tegen elkaar aan te duwen. Hier. En weer naar boven. En je zal merken dat hij waarschijnlijk eerst wat meer naar voren gaat. Maar mooi is dat je op een gegeven moment echt hier naar boven naar beneden. Dat je echt in de rechte lijn blijft. Want dan heb je het vooral die latissimus dorsi, die grote rugspier. En duw echt je borst open. Je wil echt een beetje meer ruimte daar om naar beneden te gaan. En dus nog drie keer. Twee. En de laatste. Nou, even rust. En als je er klaar voor bent, doen we nog een setje. Boven je hoofd, op lucht. In je neus. En uit je mond. En als deze makkelijk is, mag je het of het elastiek wat je hebt dubbel doen als je nog niet dubbel had. Of je handen wel dichter bij elkaar plaatsen. Nog een paar keer. En dan gaan we naar de laatste. Oké. Dan gaan we naar de laatste oefening van vandaag. Mag je weer je voeten mooi naar buiten plaatsen. Weer goed die zijkant en de hakken van je voeten gebruiken. En dan gaan we zakken als een squat. Alleen gaan we naar rechts en naar links. Dus je gaat als eerst hier 1 en weer terug. En 2. En je wil ook hier weer goed je knie naar buiten duwen. Dus waar we net je heupen hebben geopend met de dips, gaan we nu hem wat zwaarder maken. En weer goed ademhalen. Dus in, zakken, uit je mond naar boven. En doe je handen wat je fijn vindt. Je mag ze zo doen. Of bij je houden, met die ademhaling. Hier. En blijf ze goed uitkruipen, je knieën. En gebruik ook je bilspieren, want die hakken staan in connectie met je billen. En de laatste. 5. En 4. Uit. En 3. En 2. Oké, haal even adem. Gaan we dit nog één keertje herhalen en dan zijn we klaar. Kom even op adem. En ga weer goed staan. Mooie knieën naar buiten.
Voeten uitdraaien. En gaan weer zakken. 1. En blijf goed doorademen. 2. En 3. 4. En 5. En strek je knieën net niet helemaal dat ze hier zijn. Dus probeer ze echt goed actief te houden. 8. En goed. Nog 2 te gaan. En de laatste. Heel goed. Oké, dit was de zwangerschapsworkout. In principe kan je deze oefening elke dag doen, maar kijk even hoe het voor jou voelt. Leuk dat je mee hebt gedaan en tot de volgende keer.